Dag beste leerlingen, hier zijn we dan voor week 2. En zoals je kan zien gaan we het eigenlijk hebben over dezelfde les, namelijk de verleden tijd voor de onregelmatige en de regelmatige werkwoorden. Je hebt vorige week de theorie gezien, deze gaat in deze PowerPoint nog eens herhaald worden, maar je gaat op het einde van het filmpje zien dat je andere oefeningen gaat krijgen die je moet maken deze week. Veel succes alvast! Als eerste is het zeer belangrijk dat we een onderscheid maken tussen de onregelmatige werkwoorden en de regelmatige werkwoorden. Ik ga beginnen met uitleg te geven over de onregelmatige werkwoorden. De onregelmatige werkwoorden worden ook wel de sterke werkwoorden genoemd, omdat deze eigenlijk sterk genoeg zijn om van klank te veranderen in de verleden tijd. Bijvoorbeeld lopen, liep. Dit werkwoord verandert volledig van klank. Bij de onregelmatige werkwoorden heb je een voordeel, maar ook een nadeel. Het grote voordeel van de onregelmatige werkwoorden is dat je geen regeltjes moet volgen. Het nadeel van deze onregelmatige werkwoorden is dat je die dus gewoon van buiten moet studeren. Aan de andere zijde hebben we de regelmatige werkwoorden. De regelmatige werkwoorden zijn zwakke werkwoorden. En waarom zijn die zwak? Die zijn eigenlijk zwak omdat ze niet van klank veranderen in de verleden tijd. Bijvoorbeeld dansen, danste. Die klank van het werkwoord dansen blijft dezelfde. Hoe vorm je nu de verleden tijd van een regelmatig werkwoord? Je neemt de stam van je werkwoord en je voegt er de uitgangen TE of TEN of DE, DEN aan toe. De N die je tussen haakjes ziet staan, verwijst naar het meervoud van de werkwoorden. Een aantal voorbeeldjes. Ik werkte bestaat uit de stam van het werkwoord werk plus de uitgang TE. Wij wandelden bestaat uit de stam van het werkwoord wandel plus de uitgang DEN. De N wordt dus toegevoegd omdat het meervoud is. Jullie lachten bestaat uit de stam van het werkwoord lach plus de uitgang TEN. Ook hier een N, want het is meervoud. Hij tuinierde bestaat uit de stam van het werkwoord tuinier plus de uitgang DE. Tuinierde. Nu, natuurlijk kan ik mij al voorstellen dat jullie de vraag stellen: hoe weet ik nu of ik TE of DE als uitgang moet schrijven? Hiervoor bestaan er dus een aantal trucjes. Een eerste woord dat je als hulpmiddel of als trucje kan gebruiken is dit van sexy foxschaap. Een ander trucje of hulpwoord is het ex-kofschip. Welk woord van deze twee je ook kiest om te onthouden als hulpmiddel maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat over wat deze woorden gemeenschappelijk hebben en dat zijn de medeklinkers. Namelijk t, s, x, f, k, sch, p. Deze medeklinkers zijn eigenlijk de letters die je gaat moeten onthouden om te weten welke uitgang je gaat moeten schrijven in de verleden tijd bij de regelmatige werkwoorden. Je weet nu welke woorden we gebruiken als trucje, maar nu gaan we nog eens uitdokteren welke uitgang we gaan schrijven in de verleden tijd. Ik neem in mijn voorbeeld het woord sexy foxschaap, omdat ik dit eigenlijk wel grappig en leuk vind, waardoor ik dit ook goed ga kunnen onthouden. De eerste stap die je moet doen, is kijken naar de derde laatste letter van de infinitief. De rest ga ik een beetje uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het werkwoord dansen. De derde laatste letter van de infinitief is de S. Deze medeklinker S staat in sexy foxschaap, dus krijgt het de uitgang TE of TEN in de verleden tijd. Ik danste geweldig goed bijvoorbeeld. Een tweede voorbeeld is het werkwoord miauwen. De derde laatste letter van de infinitief is de W. De medeklinker W staat niet in het sexy foxschaap, dus krijgt het de uitgang DE, DEN in de verleden tijd. Bijvoorbeeld, de kat miauwde onophoudelijk. Een laatste voorbeeld is het werkwoord zaaien. De derde laatste letter van de infinitief is de I. De I is een klinker, dus krijgt het de uitgang DE of DEN in de verleden tijd. Bijvoorbeeld, mama zaaide nieuw gras. Dit is het eigenlijk wat betreft de vorming van de werkwoorden in de verleden tijd.
En dadelijk krijg je nog eens een samenvattend overzicht, zodat we zeker zijn dat alles duidelijk is voor je aan het werk moet gaan. Zoals ik dus net gezegd heb, krijg je hier nog eens een samenvattend overzicht. Je kiest dus eerst en vooral één van de twee woorden. Ofwel kies je voor het sexy fokschaap, ofwel kies je voor het ex-kopschip, dat je gaat onthouden als hulpmiddel. Dan kan je aan het werk gaan. Je kijkt eerst en vooral naar de derde laatste letter van de infinitief. Is dat een medeklinker die in het trucje staat, dus in het sexy fokschaap of het ex-kopschip, dan schrijf je of vorm je het werkwoord in de verleden tijd door de stam te nemen plus de uitgang te of ten. Bijvoorbeeld werken. De derde laatste letter van de infinitief is de k. De k staat in het sexy fokschaap, dus ik werkte, wij werkten. Staat die medeklinker niet in het trucje? Dan ga je het werkwoord vormen door de stam te nemen, plus de uitgang de, dem. Bijvoorbeeld giechelen. De derde laatste letter van de infinitief is de l. Deze staat niet in sexy fokschaap of tekstkofschip, dus zij giechelde, jullie giechelden. Is de derde laatste letter van de infinitief een klinker? Dan vorm je het regelmatig werkwoord in de verleden tijd door de stam te nemen plus de uitgang de, dem. Bijvoorbeeld gooien. De derde laatste letter van de infinitief is de i. De i is een klinker, dus je gooide, ze gooiden. Je ziet dat onderaan het onderwerp meervoud is, dus het is ook dan ook zeer belangrijk dat je een n toe gaat voegen aan je werkwoord. Het is belangrijk dat je gaat kijken naar je onderwerp. Is je onderwerp enkelvoud, dan schrijf je het werkwoord zonder n van achter. Is je onderwerp meervoud, dan voeg je wel die n toe. Zo, dat was het. Dat was nog eens een korte uitleg of een korte herhaling van de verleden tijd voor de onregelmatige en de regelmatige werkwoorden. En net zoals vorige week is het dan nu tijd voor jullie om aan het werk te gaan. Wat ga je nu doen? Je gaat, als het nodig is, nog eens de lijst van de onregelmatige werkwoorden studeren die je op Smart School kan vinden. Je gaat, indien nodig, nogmaals de groene kader op pagina 237 studeren of het gele blad als titel vervoeging werkwoorden. En dan ga je de volgende oefeningen maken. Voor deze week staan er op het programma oefening 5, oefening 6, oefening 10, oefening 11 en een extra oefening. Opgelet, bij oefening 11 moet je maar 5 zinnen maken. En oefening 11 ga je schrijven of typen en ga je daarna posten in de uploadzone op Smart School bij jouw klas. De extra oefening die vind je ook op Smart School in je taakoverzicht waar je ook dit filmpje hebt gevonden. Ik wens jullie nu heel veel succes en net zoals vorige week is er op het einde van deze lesblok, dus om 11 uur, een leerkracht Nederlands ter beschikking waarbij jullie vragen kunnen stellen in dat moment. Veel succes!